naar een nieuwe video. Wij hebben echt heel veel zin in deze video. Ja. Want ik heb het ooit een keer eerder gedaan. Dat is echt een tijd geleden trouwens. Let niet op mijn cavia op mijn hoofd. Want ik zie er vandaag niet zo goed uit. Maar nee. Maakt er niks uit. En ik ben vandaag met Diddly. Yes. En Diddly kennen jullie misschien wel. Diddly is vaker in de video's gekomen. Ja. En Diddly komt ook in de bloopers. Heel vaak. Nee. En wij gaan dus een nieuwe video maken van reageren op haatreacties 2. Oh, ja. We hebben hier echt heel veel zin in. We hebben zelfs eten erbij gepakt. Ja. En we hebben nog Twix. Dus wij hebben heel erg zin in deze aflevering 2. Ja. En Diddly pakt al wat eten bij. Ze voelt zich al helemaal op zijn gemak. En wij gaan reageren dus op haatreacties of commentaar wat wij hebben gekregen. Op YouTube. Op YouTube. Dit leert er al helemaal zin in, want ze zit echt al een hele tijd over deze video te praten, wat ze echt heel graag wil. We gaan dus op de haatreacties reageren. Ja. En ik heb er echt super veel zin in. Mm-hmm. En het is echt iets wat ik altijd wel leuk vind om te doen. Eén keer in zoveel tijd wil ik dat gewoon gaan doen. Maar het valt wel mee hoeveel haatreacties we eigenlijk hebben. Of commentaar, dus... Het is meer op Insta. Ja. Maar we doen het dit keer over YouTube. YouTube, en we hebben echt... op elkaar telefoon heel veel dingetjes gestuurd en die gaan we nu voorlezen en daarop reageren. Ja. Oké, ik ga de namen er niet bij zetten. Nou, hier komt de eerste. Ik kijk altijd naar jullie vlogs met plezier, maar het valt me op dat alle paarden op de nieuwe stal echt te schaal zijn. Zelfs de haflinger is dun. Je ziet de ribben en botten, hoe dan? Waarom krijgen ze niet onbeperkt goed hooi? Een beetje verbaasd, vooral omdat ze de eigen oude stal er beter uitzagen. Ze krijgen echt veel hooi bij ons. Ja, heel veel. En die halflingers hebben hoeven vangen. Dus als die gewoon te veel eten krijgen, dan worden ze te dik. En dan hebben ze weer last van hoeven dat ze kreupel lopen. Dus Klein heeft liever dat ze iets dunner zijn. Ja, en gewoon maar ze zijn niet te dun, maar ze zijn gewoon goed op gewicht. Nou ja, waarom onbeperkt hooi? Ik ben van mening als ze 's ochtends en 's avonds gewoon krijgen en bij worden gevoerd, is onbeperkt niet echt nodig. Want ze krijgen gewoon echt genoeg hooi. Want nu hebben ze ook hartstikke veel hooi, maar ze zijn gewoon verwend. Want ze laten het hooi, wat ze niet meer willen eten, laten ze liggen en wachten tot het nieuw is. Dus ik heb liever dat ze gewoon perfect zijn op gewicht, dan dat ze moddervet zijn en allemaal andere problemen komen. Want daar zitten we echt niet op te wachten. Nee, maar dus, ze zijn ook niet echt te dun of zo. Nee. Ja, sommige paarden zijn wel wat dun, maar die waren al dun. Ja, maar ze zijn niet extreem dun. Nee. Dus bij heel veel ook omdat ze gewoon geen bespiering hebben. Nee, en ja, we kunnen niet alles elke dag vol rijden. Dus geen wonder dat de bespiering dan niet komt. Dus ja, maar dit maakt mij ook eigenlijk een beetje boos altijd als ik dat lees. Nou mensen, jullie zien zeg maar echt 5 minuten in een vlog van wat wij zeg maar in een hele week of zo doen. Iedereen heeft altijd echt direct zo'n mening over van wat wij verkeerd doen allemaal. Maar jullie zijn gewoon niet bij ons op stal. En jullie weten gewoon niet wat ze aan voer krijgen, wanneer ze aan voer krijgen en hoeveel. Nee, en het is altijd makkelijker om te beoordelen via een scherm. Sorry, imbecil Carlijn. Ja. Ben ik een imbecil? Ik ontken het niet, maar... Nee, grapje, maar... Ja. Ja, want ja. Ja. Sorry. Sorry dat ik zo ben. Sorry dat ik ben zo geboren. Oh, zo niks aan doen. Tun, 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 tun. Oh ja, het is een typisch iets waar ik gier. Ja, kun je niet zoveel aan doen, maar ja. Ja, heb je soms. Ja. Lina is een dierenbul. Ze speelt toch over de paadje. En dat ze valt, is terecht. Zo, dier gesproken. Nou, echt. Ja, Lena, die mishandelt alle paarden. Zij is stiekem de echte dierenbul hier. Maar, weet je, daar mis je je. Want heel veel mensen zeggen, wij verwaarlozen onze paarden. Ja. We hebben met handels. Ja, allebei. Gewoon. Jongen, jullie hebben echt gelijk. Wij doen dat. Voor de mensen die jullie weten, dat sarcasme is, dus sarcasme. Nee, Lena rijdt de Shetlands hier in, want Lena is gewoon zo licht als een veertje en zo klein. En ja, ik kan er moeilijk zelf op gaan zitten. Ja, dat zou wel heel zuur zijn. Dat zou echt heel zuur zijn. En het is niet dat ze dan echt een uur voor aan het rijden zijn. Maar ze doen een rondje. Om te kijken of ze braaf zijn. Ja, soms weten we niet of ze ingereden zijn. En dan moet er toch iemand op die een klein beetje kan rijden. Dit is iemand. De helft van alle haatreacties waar we nu op gaan reageren is van haar. Ja, die heeft overal commentaar op. Ja. Ik ga stuk om haar. En dit is echt van heel lang geleden. Laat dat kind eens stoppen met de
I can't. Praat gewoon normaal, joh. Nou, als wij I can't zeggen, of gieren, dat is toch ons probleem? Ja. Niet zo jouw, hè? Als je dan niet wil naar kijken, of dat je er last van hebt, dan klik je de video weg. Ik snap sowieso niet, als je overal commentaar op hebt, waarom je nog steeds naar de video's kijkt, want ja. Ja, I can't. Jij moet echt normaal doen, Carlijn. Te trappen tegen de paard aan idioot dat je bent. En jij noemt dit ervaring. What the fuck? Oeh, veel gevoelig onderwerp is dit. Ja, ja. Ja, jongens, ik zat hier voor het eerste keer op Midnight weer. En Midnight stopte en hij kwam elke keer omhoog. Dus dat betekent dat je hem voorwaarts moet laten houden. Ja, en dan moet je hem voorwaarts laten houden op elke manier dan ook. Want je wil niet achterover klappen met het paard samen. Ja, maar het was ook niet eens. Ja, oké. Okay. Je gaf harder been dan normaal. Maar het was niet dat je hem kapot aan het trappen was. Nee. En ik bedoel, als jij op dat moment op dat paard zit, ga je er ook niet echt bij nadenken hoe had je nou dat paard een been gegeven. We moeten naar voren. Ja. Er is maar één weg en dat is naar voren. Dit was in een video waar Carlijn aan het springen was en er stond dus iemand te filmen of zo naast het paard. Waarom laten jullie een paard los in de bak staan met tuig om terwijl jullie andere paarden rijden? En waarom springen met deken op? Vinden ze jullie best gevaarlijke ding doen? Nou, dat paard staat los in de bak omdat er dan gewoon alsnog wel iemand bij staat. Die staat niet gewoon random los in de bak. Ja, en de teugels is altijd gedraaid. Zodat ze niet in de teugels kunnen stappen. Want ja, weet je, onze paarden doen niet tegen elkaar. Dus ja, voor mij mochten ze best wel een stukje gaan lopen, hoor. Maar ik zie ook geen deken. Jawel, ik weet wat, dat was met Jade in de winter. Ik ging een heel klein sprongetje. Dat is gewoon een een vliesdekentje was dat. Ja. Ik ging met een heel klein sprongetje ging met de deken doen omdat een beetje aan het spelen met haar was. En ze was, ja, aan de hand was dat zelfs. Ik ging met haar spelen. Mm. En ik had de deken omgelaten. Want het was heel koud die winter. En ze was geschoren en ik wil niet dat ze kou vat. Maar als je gewoon laag springt, is het niet per se heel gevaarlijk om te springen met een deken op. In de wijk kunnen ze ook gek doen met een deken. Ja, dan kunnen ze ook omhoog springen. Dus ja, ik vind het dat die paarden niet meer in de wijk kunnen. Je ziet geen groen meer. Maar alleen blupsie. Doe er even wat aan. Dit is midden in de winter, like, echt gewoon. Elk weiland is blubber. Ja. Van paarden. Dus er staan bij ons 20 paarden op. Dus je kunt niet verwachten dat dan de wei ineens in de winter helemaal groen is. Ja, die paarden komen buiten, dus ik snap het probleem niet zo. Ja, want ik vind, ook al staan ze de modder, ze komen wel naar buiten. Moeten ze dan in een hele dag in hun stalletje staan? Dat is toch ook zielig? En ja, ik begrijp gewoon niet waarom mensen hier zo'n issue over maken. Als ze gewoon zelf dat je paard benen dan aan het droog zijn. Ja, doet het er niet veel aan. Dus wat moet ik doen? Nepgrasten neerleggen. Oh, een skittle valt. Nepgrasten neerleggen. Nou, dat lijkt me niet zo verstandig. Zij kan echt niet zitten, man. Jezus. Ja, dit ging over de springvideo van Fleur met Max. Hafling Max. Hafling Max sprong echt als je niet zelf heel goed kon springen. Mm-hmm. Als je leunt op zijn hals, doet hij zijn hals naar beneden. Dus dan val je er echt gewoon af. En hij springt heel hoog. En ja, Fleur heeft ook niet de jaren ervaring of zo. Nee, die rennen dus ze niet zo lang. Dat is dan toch alleen maar fijn dat ze gewoon op die paarden kan oefenen. En Jezus heeft hier ook niks mee te maken. Dit was op de longeervideo van Wiebe, toen hij net bij ons was. Hoezo hebben jullie nooit rijlaarzen aan? Nou, Carlijn had van die winterlaarzen aan. Dat zijn wel rijlaarzen, maar daar blijft je voet gewoon echt vet warm in. Ja. Dit is ook het dingetje bij mij, waarom ik nooit rijlaarzen aan heb. Omdat ik geen rijlaarzen heb, omdat het me prima afgaat met gimpen. En ik blijf zitten. En het is echt mijn eigen verantwoordelijkheid. Dus mensen, als jullie geld willen doneren voor mij om laarzen te kopen, mag dat ook. Maar ik heb ze niet nodig. Dus ja. Laat je hebt wel gewoon jappers hoor. Maar ik gebruik ze niet. Dus ja. Iedereen rijdt hoe je wil rijden. Ook al rijd ik met blote voeten. Wat ik niet doe, want dat is heel irritant. Maar ja, het is onze eigen keus. Ja. En natuurlijk is het veilig om met iets met een hak te gaan rijden. Maar ja, dat betekent niet dat jullie het zelf moeten gaan doen. En wat het ook is, op de manege is het altijd verplicht omdat er dus een hak aan zit. Maar ik heb mijn voeten al zo ver uit de beugel, gewoon echt puur het puntje, dat stel een paard schiet weg, het meestal er toch uitschiet dan dat ik er echt doorheen schiet. Ja. En dat heb ik ook echt nog nooit gehad, dus ja. Nou, dit is weer dezelfde persoon die al eerder even haat gegeven en die zei, ik zou wat meer rechtgericht zijn. Onder het zadel, tussen twee benen, tussen twee teugels. Neem aan wel dat hij met zijn kont naar binnen valt. Ook opletten of je het goede been licht rijdt. Al helemaal als de paard balans mist, is er moeilijk voor. Je bent ermee eens dat ik op een goede been moet licht rijden. Maar soms ben je
zo gefocust op een paard als hij gek wil gaan doen, als je er even niet aan denkt. En we waren al heel goed bewust met wie we rechtgericht zijn. Maar dat gebeurt niet in 1, 2, 3. Dat kan wel jaren duren. Dus ja, of jij moet daar echt zo goed zijn dat je een keer langs wil komen om te laten zien hoe je het doet. Mm. Misschien kunnen wij daarvan leren, aangezien je altijd commentaar op ons hebt. Wij zijn ook niet allemaal perfect of zo. Ik bedoel, we hebben wel les. Clients ook les. Ook met Wiebe heeft ze wel les. Maar het is niet dat het dan ineens na één les of zo allemaal perfect moet gaan. Dat paard is ook gewoon jaren gereden op een bepaalde manier. En als je dan na een paar maanden niks doen bij ons komt, dan is het niet ineens dat je er zomaar op gaat zitten en even makkelijk wegrijdt. Iemand had dus op haar gereageerd. En toen zei ze, dat zijn de basisdingen. Iedereen leert. Als je een paard zadelmak maakt en zogenaamd tempt, moet je dit weten. Ja! Weer een reden dat de stichting niet helemaal zuiver is. Nou, ik vind het heel erg knap dat jij kunt zien dat wij niet een zuivere stichting zijn. Ja. Aangezien je hier nog nooit bent geweest volgens mij. Nou, ik ken het niet. Ja, ik ook niet. Misschien is het wel een keer leuk om een keer langs te komen. Mag wel. Ja. Dan kunnen we kijken of je nog iets zo denkt. Dit is niet echt haat, maar ik kwam deze tegen en ik moest dit gewoon zien. Ik vond het wel grappig. Dan vraagt iemand, zijn Merit en Lara lesbisch? Nee. Nee. Ik snap ook niet hoe je daarbij komt. Nee. Ja. Nee, het kwam, er zat hier iemand die zei van, wat denk je zelf? En toen zei dat meisje weer terug, als je naar hun laatste blooper video kijkt, dan zie je dat Merit een paar keer Lara probeert te likken. Ik heb dit hier ook gelikt, maar ik ben geen lesbie. Ja, nee. Dat is zo'n term, een rare term van vriendschap bij ons. Ja, daar ben ik alleen wel. Wel bang voor. Dat snap ik. Dit, ik kan hier echt oprecht boos om worden gewoon. Alleen ook. Hier, Diddly denkt beter. Ben ik de enige die het opvalt dat Klein altijd op de mooiste paarden rijdt? Was dit op die video waar je die 10 nieuwe had? Ja, hè? Want toen ging je op Flynn rijden. Nee, ik ging niet op Flynn. Ik ging op Calypso. Ah. Ja. Dit is altijd zo'n ding. Altijd waarom Klein de beste paarden houdt. Nou, daar is dan laatst net die video over gemaakt met Floor. Ja. Of waarom ze op de mooiste paarden rijdt. Hoe kunnen jullie weten hoe die paarden zijn als ze hier komen bij ons? Als Klein niet weet hoe een paard is. Ja, maar hoezo op de mooiste paarden? Dat maakt me niet uit, ook al zit ik op een heel lelijk paard. Ja. Die hartstikke vervelend is, dat maakt mij toch niks uit. Ja. Ik heb een hekel aan schimmels, maar ik heb toch zelf een schimmel gehouden. Ja, maar op de mooiste paarden, ja. Maar wat is mooi? Ik kan hem ook heel lelijk vinden. Ik denk dat ze ook bedoelt van die goed lopen en dat soort dingen. Ja, maar je maakt zichzelf goed in het lopen. Kalijn kan gewoon goed rijden. Ja, maar is zo. Dankjewel. Alles loopt wel mooi bij jou. Ja, maar het kost wel moeite. Jawel, maar anders. Ja, maar je kan wel rijden. Maar dat leer je ook. Ja, maar dat zeg ik. Dan is niet per se dat paard altijd het beste of iets. Nee. Want kleine paarden zijn ook niet de makkelijkste. Ik weet niet of je ooit een bandito hebt gezien, maar zo'n scheidhaas, jongen. Daar word je echt niet goed van. Mm-mm. En die is echt oprecht, bandito is moeilijk. Echt moeilijk om te rijden. Ik heb er 3 of 4 keer op gezeten, maar dat is echt niet grappig. Maar waarom hebben jullie Flynn gekocht? Hij is toch niet verwaarloosd of zo? Oh, en Raven ook? Jullie redden toch paarden die verwaarloosd zijn, jongens? Die paarden hebben ergens anders gestaan om aan te sterken. Ze zijn verwaarloosd geweest in huisvesting. Dus ja. Soms staan ze eerst ergens anders voordat wij ze krijgen. En we kunnen daar niet vertellen waarom. Want, dat mag niet. Nee, mag niet. En ja, weet je. Voordat je misschien commentaar gaat leveren over dit, zodat je een beetje inleest. En het is ook niet altijd dat ze allemaal lichamelijk verwaarloosd zijn. Maar sommigen hebben ook echt gewoon trauma's. En in dit geval ook Flynn en Raven en zo, die zagen er allemaal gewoon goed uit, omdat die dus al 2 maanden ergens anders hebben gestaan voordat ze bij ons kwamen. Ja. Maar daarvoor zagen ze er ook niet zo goed uit. De eerste paarden flink aan het werp zetten en de volgende dag niks doen. Dat vraagt een kliek. Doe ze dan even in de stapmolen de volgende dag. Wie weet hebben wij die paarden niet gelanceerd. Ja, of in de stapmolen gezet. Ik bedoel, daar zijn jullie toch niet bij? Dus paarden die hadden gewerkt lopen altijd of ze wandelen of ze lanceren even. En het is niet als jij het ene dag je paard rijdt en de volgende dag er niks meer doet dat hij coliek krijgt. Want dat heeft daar echt niks mee te maken. Ze krijgen alleen spierpijn. Ik wil net zeggen, spierpijn krijgen ze, maar daar krijg je geen coliek van. Nee. Echt niet. Nee. Zou niet goed zijn als paarden een coliek krijgen dan? Ja, dan zouden heel veel paarden moeten coliek hebben gekregen. Ik wil net zeggen. Dit gaat over Midnight. Ja. Waarom ga je springen als je niet normaal kan draven? Ik snap het niet helemaal. Dat is niet erg. Ja. En ik zou wachten met rijden tot het er weer een zadel op kan, want het is best gevaarlijk. Oh,
wel gevaarlijk, ja. Maar ja, even... op een fiets is ook gevaarlijk. Carlijn blijft echt op alles zitten, gewoon. Ja. Ik ben in de bak geweest op Litchfield, waarin die aan de kleppen ging, jongen, zonder zadel. En dat kind, dat blijft gewoon zitten. Oh, toen, ja, dat is leuk. Die zit op alles. Gewoon, kijk, ja. Gevaarlijk, ja, als je op een fiets fietst, is het ook gevaarlijk. Als je een auto rijdt, is het ook gevaarlijk. Weet je, als we zo allemaal over gevaarlijke dingen gaan praten, dan kunnen we nog wel even doorpraten over gevaarlijk. En ik dacht, ik doe een sprongetje, vindt hij vast wel leuk. En dan vond het leuk. Ja, nou, dat is toch mijn keus. Als ik eraf miet, dan miet ik eraf. Je moet zaadjes door iemand anders laten zadelmak maken. Jullie hebben daar geen ervaring mee. Ik ben pas 10 en ik kan een paar zadelmak maken en jullie niet. Oh! Het zadelmak maken is het probleem ook niet. Ik kan ook prima een paar zadelmak maken. Maar doorrijden. Je wil niet weten hoeveel paarden ik verkloot heb gezien. Omdat de kleine kindjes dat beest hebben ingereden. Dus heel fijn dat jij een paard kan zadelmak maken als je 10 jaar bent. En dat je kan blijven zitten. Maar dat beest loopt 100% zeker niet goed. Dus ja, dat was het. Dit leer je gesproken. Ja. Ik heb je verder niks op toe te voegen. Dit is een niet paardenpersoon. Ja. Waarom staat dit in godsnaam in trending? Puur ons in die kutpaarden. Maar hier kunnen we ook niks mee. Hij heeft een koala als een... Ja, hij heeft... Met koala, wat kun je daarmee dan? Je eet een beetje bamboe. En wat dan? Zijn dat wel? Nee. Zijn dat panda's? Koala's eet toch ook bamboe? Nee. Wel? Nee. Nadia! Wat eet een koala? Eet een koala ook bamboe? Ja, nee, toch? Dat zijn toch panda's? Nee, dat denk ik. Ik ga het opzoeken hoor. Koala's eet ook bamboe, ik toch? Ik ga het opzoeken. Ja, eucalyptusplant. Help, geen bamboe. Ik hou van paardenvlees, al die paarden moeten gewoon dood. Jij moet gewoon de brandstapel. Ja. Ja. Maar het is niet zo dat als wij al die paarden doodmaken, dat jij vlees van al die beesten krijgt ofzo. Dus dat is ook een beetje. Ja, misschien een lapje. Dit was op de post van Mickey. Wat Mickey nou. Ja, of Mickey nou van Sanne was of bleef of weet je wel zo. Hier heeft Sanne vast ook wat over te zeggen gehad, zal jij vast niet in je eentje besloten hebben. Dat is dus sarcastisch bedoeld. Dus oftewel dat Klein gewoon even dacht van nee, Sanne of Mickey is nu voor mij. Ja. 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 Ja, dat is weer een typisch iemand die denkt dat dit alles weer beter weet en die niet mij gelooft. Maar ja, dat maakt me echt oprecht helemaal niks uit. Ja. En dit was een tegen. Dit is een tegenreactie dat ze eens geeft. Ik snap het gewoon niet. Jullie hebben al die tijd gezegd, Mickey is van Sanne. Mickey is haar pony, bla bla. Maar op het moment dat ze stopt, nee, dan is hij ineens weer helemaal voor jou. En mag jij zonder überhaupt te overleggen met Sanne beslissen wat er met de pony gebeurt, alsof het je eigen pony is. Terwijl je 3 weken geleden nog zou zeggen dat hij is van Sanne. Beetje apart en vind het ook een beetje achterbaks. Ah. Hoe weet jij überhaupt of er iets overlegd is of niet? Ik ben achterbaks, diddly. Ja, je bent ook egoïstisch. Ja, klopt. Ja. Oeh. Ja. Ja. Niks hierop te zeggen. Ja. Ik kan hier vrij weinig gewoon mee. Bullshit. Ja. Dat was het voor mij allemaal. Dat was het. Nou jongens, dit waren alle haatreacties van me toe. Ja. We zijn van plan om nog een keer haatreactie 3 te maken. Ja. Want ik vind het echt, ik vind het leuk. Ik ben dan helemaal in mijn habitat om te reageren op deze reacties. Ik vind het altijd een keer leuk om een keer niet echt serieus of zo op deze dingen te reageren, want dat kan ik eigenlijk niet. Ik ook niet. En wij reageren nooit op haat. Jawel, ik wel. Nou ja, ik niet, want ja, dat heeft voor mij geen zin. Soms mensen zich afvragen van oké, dit, maar echt haat. Nou oké, ik haat niet echt terug, maar weet je, mensen die worden altijd boos op mij omdat ik echt super droog reageer. Dan is het zo van, doe normaal, maar ja, als je haat op mij, dan kun je dat gewoon terug. Ja. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ja. In ieder geval heel veel aan het kijken. Vergeet niet te abonneren en nog even een blauw duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doei!